Volgens de ARAP-voorschriften moet iedere vlootbeheerder zelf instaan voor de jaarlijkse controles op het veilig en correct functioneren van zijn magazijntoestellen en heftrucks. Dat is bij wet verplicht. Waar de wetgever veel minder duidelijk in is, is hoe die machines dan wel gecontroleerd moeten worden. Sinds 2011 biedt Sigma met het SigmaCert veiligheidslabel een pasklare oplossing. Het SigmaCert-label is in het leven geroepen omdat er eigenlijk een grote behoefte bestond onder onze klanten om hun machines door een deskundig iemand te laten controleren, na te laten zien en met als doel om het veiliger te maken. In principe wordt de SigmaCert-keur gelijktijdig gedaan met het onderhoud aan de machine, zodat de techniek er al ter plaatse is en de keuring dus op een hele vlotte en zeker budgetvriendelijke manier uitgevoerd kan worden. Via jaarlijkse controles, die gebeuren op basis van een externe Kiwa-audit, worden de machines door een erkende keurmeester gekeurd. Bij eventuele ongevallen biedt het SigmaCert-label een sluitend bewijs dat de werkgever als een goede huisvader voor zijn machines heeft gezorgd. Veiligheid was ongetwijfeld een van de topprioriteiten voor Sigma, maar zeker niet de enige. Het SigmaCert-keur heeft voor de klant als voordeel dat zijn machine in een perfecte staat verkeert, waardoor het dus zo is dat we kunnen verwachten dat er minder storingen plaats zullen vinden, de continuïteit, de productiviteit van de machine omhoog gaat, waardoor we minder stilstand hebben. Het SigmaCert-keur zorgt ervoor dat alle gegevens die aan de vorkheftruck gekeurd worden, vastgelegd worden in een keuringsrapport, dat voor de klant beschikbaar is, maar dat ook opgeslagen wordt op een centrale database, zodat de complete historiek van de machine gedurende zijn hele periode dat hij in België verblijft, gevolgd kan worden en gecontroleerd kan worden of deze truck gedurende zijn inzet ook aan alle eisen heeft voldaan. Amper 2 jaar na de introductie van de SigmaCert veiligheidskeur zijn in België al zo'n 4600 machines gekeurd. Jaarlijks worden er op de Belgische markt ongeveer 8500 vorkheftrucks en magazijntoestellen verkocht, nieuwe toestellen, inclusief batterijen en laders. De bedoeling is dat al deze toestellen direct van de SigmaCert-keur voorzien worden. Doordat we dat doen, komen ze in het systeem van SigmaCert terecht en wordt er dus ook toegezien dat het jaar daarop een herkeuring plaats gaat vinden. Als we dat doorzetten voor de komende 5 tot 6 jaar, betekent dat dat we op een vrij korte periode toch kunnen voor zorgen dat de veiligheid omhoog gaat, omdat dan alle vorkheftrucks die er in België gebruikt worden van een SigmaCert-keur voorzien zullen zijn. Alle informatie over het SigmaCert-label vind je terug op www.sigmacert.be.